Hoi, ik ben Gijs. Dit is week 7. Let's go. Okay, ja, precies. Huh? Het waait niet zo hard namelijk en dan heb je meer gevoel voor het zeil. We love Jetboard A! Jetboard A! Hallo. Wat is dat met die zwemvest hierboven? Dat is de HI-stunt. Oh, is dat de HI-stunt? Ziet er wel heel gek uit, hè? Ik zie daar ook wat instructeur zelf aan staan. Dat die van mij ertussen staat, want ik ga op tol. Oh jee. Die optimist die daar staat, wat is dat nou? Zal ik erin gaan zitten? Wil je gewoon even doen? Ja. Yeah, let's go. Want, er wordt hier even een TikTokje opgenomen. Ja, timertje aan. Yes? Ja. Wist je dat? Dat je bij de beert gewoon in de heetzak kan zeilen? Ja, kan. Hoppa! Slaap de winden! Dankjewel, joh. Oké, let's go. We zijn in Friesland! Hi babes! Welkom bij week 7. Leuk dat je er bent. Blijven shredden! Oh, allemaal zeiljas hier. Hoe zit dat? Ja, Easton. Heb jij dat gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Samen met Robin. Is die optimist al uit de eetzaal, Robin? Ja, die is wel. Ja. Ik zag Jessica net nog een mooie overstapje maken tijdens het ontbijt. Ja, dat was mooi, hè? Heb je dat gezien? Ja, ik zeker gezien. Klaar om te wenden! Dat was Jessica. Hallo. Week 7. Jij gaat vandaag naar Sloten, hoor ik. Wij gaan naar Sloten. Dat is wel bizar. Dat is wel plan, tenminste. Ja. Met welke boot? Beert 1. Mijn schatje hierachter eigenlijk. Dit scoort punten bij de Crazy 88 tijdens week 7. Ja. En de punten gaan naar Fine. Yes. Wat zeg je nou, Willem? Als je een wesp hebt, goud trucje. Je wil hem weg hebben natuurlijk. Helemaal misselijk. Worden ze helemaal gedesoriënteerd, helemaal opgelost. Fantastisch. Lekker. En Pim, gaat het waaien vandaag? Of, Ik denk het wel. Of ben je niet even de weer app aan het checken? Ik was eigenlijk een filmpje aan het maken van Talita. Talita heeft namelijk de beurt 1 aan de zijkant schoongemaakt. Dat is zo niet waar. Jij had waarschijnlijk gewoon vies gemaakt zodat wij per se moesten bezig zijn. Moesten zij jouw boot schoonmaken? Nee, hun eigen boot. Is hij nou ready to go om naar Sloten te gaan? Wat zeggen jullie? Willem interviewt en dan zo'n bakje eronder zet. Willem, ja. Wil gaan. Hey Willem. Ja. Heb je wel je sleutel meegenomen? Zeker. Je gaat naar Sloten. Ja, Willem gaat naar Sloten. Succes. Yeah. Veel plezier. Zag je staan met je ogen. Nu komt hij op het filmpje. Ja. Van de week. Gaat allemaal goed, Pim? Zeker, gaat het goed. Het loopt gesmeerd. Het loopt gesmeerd. Pim die weet wel hoe hij moet doen, hoor. Oh, hij zwaait maar. Yes, sir. Gaan jullie ook op tol? Ja. Oh ja. We gaan op expeditie, joh. Op expeditie gaan jullie. Niet op tocht, maar op expeditie. Spannend. SOS. Hey, we are thinking. We are thinking. What are you thinking about? Nou, ik ben Felix en ik kom van een heel bloedlijn van zeilen. Mijn opa deed mee aan de zeilen in de Olympische Spelen. Of dat bestaat, weet ik niet. Hij zei het van wel. Soepel hoor. Ja. Vorig jaar hadden we hier gemakkelijke reetjes en nu... Hebben we. Cheers. Ik kan ook even opletten dat we hier... Ja, precies. Ik moet even stuurbord wel houden. Ik kwam... ja, sorry. Goed zeemanschap vertonen. Welkom in week 7 met 10. We zitten op het Hegermeer. Hier achter ons is Heeg. De jeugdboot is er ook en de service zie ik ook. Wat ga jij? Komen er ook aan. Jij gaat nog iets anders doen, toch? Ik ga nog iets anders doen, ja. We hebben nog een leuk tussendoor programma. We gaan wat mensen waterskiën. Er ligt hier van alles in de boot. Ja, we zitten in de speedboot met allemaal spullen van waterski. En dat gaan we ook hier doen. En dat doen we op het snelvaargebied daar een stukje verderop. Achterin het Hegermeer. We'll be right back.
Wessel, als je met een katamaran, wat leuk, als je op het Hegemeer aankomt en je parkeert hem zoals deze mooie dames hier bij het bakje, wat moet je dan ook weer als eerste doen? Wat je altijd dan moet doen is je moet je grootschoot uithaken, je moet je voorlijkstekker moet je loshalen en je moet je fok inrollen. Doe je, omdat die anders namelijk nog druk heeft, in je zeil en dan vaart je katamaran. Hoi, ik ben Gijs. Dit is week 7. Let's go! Bij de beert, hè? Ja, altijd zijn. Hoe doen jullie dat er altijd? Zijn short magneet. Kijk, iedereen gaat er achteraan. Ja. Ja. Jij bent de enige die even grootschoot enkel heeft geregen. Ja, precies. Het waait niet zo hard namelijk en dan heb je meer gevoel voor het zeil. Kijk. Hey. Kijk, mooi fok, mooi bak. Kijk. Ideaal. Inderdaad. Perfect. Ja, ja. Perfect. Ja. Perfect. Ja. Laat je horen voor de beste Q-board in week 7. Te maken? Ja, gevonden. Bij de snackbar. Je bent de snackbar? Ja. Welkom in Friesland. Paal? En dan is het alweer bijna voorbij. En dat is ontzettend jammer. En dan blijven we gewoon nog een weekje voor week 8. Ja, ja, misschien de tweede helft. Jullie, blijven jullie nog een week? Nee, 1 week. Nou, tot volgend jaar dan, hè? Ja. Wat ging er over? Oh ja, we waren in Heeg. We waren in Heeg, we zijn op expeditie geweest. Expeditie, niet op tocht, expeditie. Was leuk, toch? Was heerlijk. Heb je daar je zin gehad? Ik heb een heerlijk zonnetje gezien. Ik heb geen zon gezien, hoor. Ik heb wel een zonnetje gezien. Nog steeds zo wit als toen je erheen ging. Maar niet uit. Ja, ja. Het was heel leuk. We hebben gewaterskiet. Leurling heeft gevaren. Tas heeft gevaren. Laser, kat. En ja, Valken natuurlijk. Hem. Was gezellig, Pim. Was heerlijk. Yes. Zien we jullie volgende week weer. Vergeet niet te abonneren, liken. En we zien je op de beurt. Belletje. Dit was hem weer. Doei! Idde, wat is dit nu weer? Je bent zeiknat. Ik dacht dat het goed idee was om te zwemmen, denk ik.